In aflevering 3 van Super Mario RPG moeten we tegen een hond vechten. En dat terwijl we ook allemaal boers en muizen zijn tegengekomen. En Mellow leert het schokkende verhaal achter zijn familie. Mario en Mellow hebben dus het paleis weer gered. Maar waar moeten zij nu naartoe? Zij moeten nu naar de waterwerken. En daarvoor gaan we door deze buis heen. Doe een duimpje omhoog voor deze buis. En voor Mario. En voor Mello. En abonneer voor mij. Daar zou ik heel blij van worden. Opa waarschuwde me trouwens voor een of andere smakker. Geen idee wat hij daarmee bedoelde. Dus hier zit een smakker in. Oké, kunnen wij dan... Ja, we gaan gewoon door dit water heen, zo. Hier hangt een brief. Wat staat er in deze brief? Wil je lezen hoe je een buis ingaat? Nee. Ik weet toch wel hoe ik een buis inga. Het is niet de eerste Mario game die ik speel. Jongen, wat denken ze wel. Oké, maar ik ben wel even benieuwd, want hier zijn dus meerdere buizen. Kijk, hier is ook nog een buis. Dit is een buizendolhof. Maar waar kom ik dan allemaal terecht? Ik zie daar muizen daarboven. En een boe. Waar gaan we helemaal naartoe dan? Oh, muizen. Soms kom je monsters tegen die sterker zijn dan normaal. Als je die verslaat, levert dat je een hoop munten, EP en zelfs kikkermunten op. Zo, ik weet het niet, maar deze muizen zijn inderdaad kapot sterk. Doe eens even normaal tegen Mello, joh. Mello, doe de bliksem. Let's go. Val ze allemaal aan. Muis 1 is kapot. Ja, die is dus sterker. Ik ga vuurbal op hem gooien. Oké, die is kwijt. Die is kapot. Oké, klap hem. Ik weet niet of wij een schaduw kunnen slaan. Wij kunnen een schaduw slaan. En Mello leeft weer. Dus ik heb nu 1 kikkermunt gekregen. Ik weet nog niet echt goed wat ik met zo'n kikkermunt kan, hoor. Maar daar gaan we vast en zeker meer over leren. Ik zie hier wacht, allemaal muizen, jongen. Ik denk dat we wel een paar muizen moeten gaan verslaan. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar dan moet ik hem niet missen. Oh, hij rent weg, joh. Hé, laat Mello nou eens met rust. Waarom moet hij altijd Mello hebben? Durf je niet op Mario of zo? Oké, we gaan door. Oh, kijk, we moeten hier even springen. En dan hierachter. En hier heb je dus ook nog een... Oh, nee, er zit een vijand in. Huh, what? De vijand is een huh, what? Inderdaad. Huh, what? Klappen, Mello. Hoe sterk is dit ding? Oh, hij doet een vuurmuur. Au. Dan gaan we straks eens even Mello de HP-regen laten doen, denk ik. Ja, doe eerst maar op jezelf de HP-regen. Heal jezelf maar even. Nu mag je hier naar Mario wel even healen, want het gaat anders niet goed. Waarom moet ik opeens tegen een kistje vechten? Nou, dan gaat hij weer met zijn gekke vuurmuur. Die mist Mario wel, dat is wel lekker. Hoe lang duurt het voordat dit ding kapot is, joh? Ik denk niet dat ik deze kan kapotmaken. Ik denk dat ik een probleem ga hebben. Want volgens mij wordt zijn naam geel als we hem bijna hebben. Maar zijn naam is nu nog niet eens geel. Oh my gosh, Mello is kapot. Ik ga deze niet kunnen verslaan. Dit ding is veel te sterk. Dit gaat hem niet worden, potverdorie. Ja, daar gaan we. Hoezo kan ik een kistje niet verslaan? Nou, dan laten we dat kistje maar even zitten. Gaan we hierboven door deze buis? Hier is ook een kist. Ik zou die wel kunnen pakken. Oh ja, lekker. Dit is wel lekker, man. Dit is top. Dit is super. En we zijn een nieuw leveltje dan door, met Mario. Dat is top. De magie. Oeh, de magieaanvallen worden wel veel sterker dan. Laten we daar even voor gaan. Is Mello ook een nieuw level? Oh, nice. Met Mello ga ik voor HP. Dat heeft hij wel echt nodig. Hij moet wat meer HP krijgen. Oké, zijn we hier door een buis? Ga ik hier in het water springen? Lalalala. Oh, maar... Oké. Oh, ik kon daar onderdoor. Maar ik heb geen idee waar ik nu ben. Waar zijn we? Ik ben totaal verdwaald, jongens. We zijn weer bij het begin. Ja, we zijn weer bij die kist, maar die wil ik niet. Ik denk dat ik dan hier niet in het water moet vallen, maar gewoon hier achterlangs moet gaan. Dan kunnen we door deze buis. Waar brengt deze buis ons naartoe? Hierboven. En dan door deze? Ik weet het toch allemaal niet meer, joh. Waar zijn we nou allemaal? Is dit de buis die we moeten hebben? Nee, daar zijn we weer helemaal terug. Oh nee, ik ben weer in het water gevallen. En dan deze buis hier in het hoekje pakken. Ja. Ik zie daar sowieso een groene knop. Die moeten we even indrukken, denk ik. Nu horen we ergens water stromen. Oh nee, ik loop tegen een boe aan. Boe, hier, hamer op je hoofd. pak deze schaduw. Kijk, we zijn al best wel steken een beetje sterker geworden. Dat is wel lekker. Het gaat wel snel per level, hoeveel sterker je wordt. Oké, dus nu is alles weer veranderd. Oh ja, kijk, nu kunnen we hier onderdoor. Dan kunnen we deze buis pakken. Gaan we hier een kistje pakken en hier opslaan. Oké, dan kunnen we door. Oh my god, wie is dit? Ik ga hier opspringen. Oh wacht, dan spring ik weg. Oké, we gaan proberen om deze hond te verslaan. Tenminste. Ik sprong op zijn hoofd en hij deed niks. Oh, dit moet smakker zijn. En wat is dat lange ding uit zijn mond? Is dat zijn tong? Ik denk het wel. Je gaat eraan trekken. Oh, ik dacht dat hij eraan zou gaan trekken. Smakker zegt, mo, ho, ho, yummy, jullie zien er smakelijk uit. Mijn maag knort. Dus jullie komen precies op tijd. Ah!
Nou, smakker. We gaan wel even zien wat er dan gaat gebeuren. Ik kan ook een hulptoot inschakelen. Misschien heeft hij wel iets nuttigs voor mij. Dus even kijken. Ik heb een ei. Wat deed dat ei ook alweer? Dat zorgt voor bescherming. Totaal beschermd tegen één vijandelijke aanval. Een lopend buffet. Waar is mijn slabbertje? Dus oké, nu zijn we beschermd. Pak hem! Op zijn bakkes! Jij ook! Let's go, Mello! Oké, die doet weer niet zo heel veel pijn. Misschien moet ik straks maar weer de bliksemaanval doen. Ik kan ook even gaan vlammen. Dus even kijken. Misschien kan hij daar wel helemaal niet tegen. Tegen bloem? Nou, hij kan aardig tegen een bloem. Kan die tegen een bliksem? Smakkertje. Oké, hij kan niet tegen bliksem. Ik hou het niet meer uit. Honger, zo'n verschrikkelijke honger. Wat? Zit je Mello op te eten? Doe eens even normaal. Een lijf als een stok, een kop vol stro. Dat is een vogelverschrikker. Ho, ho, ho. Bro, wat zit je... Ik ben een vogelverschrikker geworden. Wat gebeurt er als ik op zijn hoofd spring? Spuug Mello eens even uit, vriend. Maat, ik vind het niet normaal dat je dit doet. Dankjewel dat je Mello even uitspuugt. Bliksem! Gaapwater. Daar worden we moe van. Oké. Mello is ondertussen lekker in slaap gevallen. Dit is verschrikker, gast. Ja, ik was al een vogelverschrikker. Kan nog één keer springen. En dan zijn toch echt mijn bloemenkrachten op. Oftewel, ik heb honingsiroop nodig. Ik hou het niet meer... Nee, niet Mello opeten. Gaat hij weer Mello opeten? Ik kan alleen dan maar op je hoofd springen, hè? Laat me met rust. Oké, kijk, ik ben weer normaal. Gelukkig. Let's go, Mario. Hoppakee, met die hamer. Jullie denken vast dat jullie gewonnen hebben. Voelden jullie dan geen nattigheid? Ik ben degene die hier het water tegenhoudt. Dus hopelijk kunnen jullie zwemmen, druiloren. Ja, spuug Mello uit, jongen. Wat de enk. Oké, ik krijg muntjes. Maar wat doe jij met het water dan nu? Oh jee. Oh jee. Oh jee. Ik denk dat daar het water aankomt. Het klinkt een beetje als... Water, spring snel op de schakelaar. Oké, go, 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 go. Doe, spring. Niet panieken, spring. Lekker. Oh jee, oh jee, oh jee. No! Oh my gosh. Ja hoor, dikke waterval hier. Freaking smakker. Oh nee! Toad zegt, dit is het Midas-kanaal. Wil je een snelcursus? Ja, is goed. Gebruik je pokie om naar links of rechts te bewegen en munten te verzamelen. Is goed. Dankjewel voor deze hulp, Toad. Druk B om een beetje tegen de stroom in te gaan. Onderweg komen we grotten tegen. En wat daarin ontdekken valt, dat moeten we zelf uitvinden. Oké, kan ik hier gelijk hier deze grot in? Nee, dat kan niet. Ik ga wel deze munten pakken. Cool, ik ga sowieso even naar dat muntje rechts. Dan laat ik dit gele muntje even zitten zo. Want ik wil sowieso die kikkermunt hebben. Want die schijnen denk ik belangrijk te zijn. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat denk ik. Is dit een grot trouwens? Ja, dit is een grot. Oh, wat ziet die er leuk uit? Dit ziet er heel gezellig uit. Nou, maar hou ik er ook nog wat aan over? Of is het gewoon dat het er leuk uitziet? Oh, we gaan dan naar een andere plek. Maar volgens mij is hier gelijk ook een grot. Oh nee. We bouncen hier omhoog. Oei. Oh, dat was het ook echt. Oké, nu moet ik kiezen voor links of rechts. Rechts was net die kikkermunt, dus ik ga nu naar links. Oké, daar is weer een kikkermunt. Zou het zo kunnen zijn dat we Mello kunnen omtoveren tot echte kikker? Op het moment dat we genoeg kikkermunten hebben. Zou dat het zijn? We gaan weer even een grot checken. Wie is die dief trouwens? Zie je dat? Dat is iemand met een knapzak. Kijk, daarboven. Dat is een dief. Die gooit nu iets... Op die cheap sheep volgens mij. Oh nee, ze zijn bloemetjes aan het overgooien. Maar wat kan ik hiermee? Ik kan hier helemaal niks mee. Allemaal leuk en aardig. Leuk hoor, die grotjes, maar... Oh, we hebben een bloem gevonden. La 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 la. Oh, ik kan hier denk ik niet naar boven. Nee, dat gaat hem niet meer worden. Dus dan gaan we maar naar beneden. Aan de rechterkant opnieuw een kikkermunt. Die gaan we uiteraard ook weer even meepikken. Top. Ik zie daar rechts ook weer een kikkermunt. Ik weet niet of ik die nog kan pakken trouwens nu. Dat ik denk ik meer tegen de rand moeten zitten. Ik ga wel heel erg mijn best doen. Misschien lukt het nog. Ja, net. Oké, cool. Hebben we hier nog een grot? Nou, laten we daar ook maar naar binnen gaan. Gekke watervalletjes. Oh, krijgen we hier muntjes? Ik krijg in ieder geval nog zo'n bloempie. La 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 la. Gezellig hoor. Waar gaan we nu naartoe? Ik denk dat we aan het einde zijn. Hoi Toad, nu is het tijd voor ton springen. Ja, geef maar tips, want ik weet niet hoe dit moet. Spring op het juiste moment en verzamel onderweg munten. Spring naar de volgende ton voor ze tegen elkaar botsen. Als je je sprong mist, verander je van baan. Spring over de vissen heen. Oké, is goed. Oké, jump. Oh, dat ging niet goed. Oh, ik heb precies 0 munten nu. Spring! Nou! Ik spring echt helemaal verkeerd. Nu dan. Ja, kijk, nu springen we wel goed, maar... Ik heb echt veel te weinig munten tot nu toe.
Oké, dat zijn er nu wel een paar, gelukkig. En jump. Spring. En spring, ja. Yeah. Jump. Oh my god. Ja, ik kan hier nog wel wat muntjes pakken, gelukkig. Is wel karig, hoor. Dit kon wel een stuk beter, denk ik. Oh, zo, nou, dat Midas-kanaal, dat hebben we ook weer gehad. Dat was leuk. Oh, 42 munten. Die kunnen we ruilen tegen kikkermunten. Krijgen we weer 1 kikkermunt in ruil voor 60 munten. Voor meer info over kikkermunten kunnen we terug bij de kikkervisvijver. Oh my god, ik krijg er gewoon... Ik krijg nu die kikkermunt niet. Wat gemeen. Doe zo mijn best. Dit is de kikkervisvijver. Ja, en hier gaan we denk ik wel uitleg krijgen wat we met die munten kunnen. Hallo, kinkervisje. Mello, jij bent het. We hebben alles gehoord over je avonturen met Super Mario. Jullie hebben toch smakker afgericht? Weten jullie dat nu al? Wordt gevraagd aan de kikkervis. Weet je, Mario, door de stroming van het water komt al het nieuws uit de wereld heel snel bij ons terecht. Daarom weet Opus een beetje alles wat er in de wereld gebeurt. Ben jij de echte Super Mario? Hé, jongens, jullie raden nooit wie hier is. Dit is de echte Super Mario, kikkervisjes. Het is hem echt, ook al ziet hij er anders uit dan ik had gedacht. Ze zeggen dat hij hoger kan springen dan een kikker. Nu moet ik het zeker laten zien. Echt? Nou, wee! Mooi, hè? Ja, mooi. Ja, dankjewel, dankjewel. Kijk eens aan, hoe gaat het, jongen? Kikkerie zegt, ik weet het. Die regenbui van een tijdje terug, dat was jij. Ja, dat was inderdaad Mello. Maar, hallo, wie is Kikkerie? Oh, daar komt Kikkerius. Fawaka! Welkom, dus jij bent Mario en ik ben Kikkerius. En als ik me niet vergis, zijn jullie hier om wijsheid te raadplegen. Ik verwachtte jullie al. De oude wijsgeerden hebben vaak goed advies. Komt-ie, hoor, met zijn wolkie. Oh, is dat Lucky Doo? Word je gewoon geholpen? Kikkervisje is genoeg doelloos rondgezwommen. Maak eens een mooie brug voor Mario. Oh ja, dit ziet er leuk uit. Maar is hier ook nog wat? Hallo? Dit is de kikkermuntmarkt. Daarmee kunnen we dingen kopen voor in de vijver. Een slaapbom, de opkikker, de powershake. Oh, oké. Dit zijn blijkbaar nuttige dingen. Maar ik weet alleen niet of dit is wat ik echt moet kopen. Kijk, ze hebben namelijk ook een sapjesbar. Ja, voorlopig doe ik helemaal niks met mijn kikkermunten. Ik weet niet of die dingen zeldzaam zijn, hè? Hop, hoppa, hey, oh, holla, die, hey, het is een flans, hey. Kikkerie zegt, die smid die Bowser kasteel heeft veroverd, dat klinkt als een geduchte tegenstander. En Mario, jij wilt toch de prinses zo snel mogelijk bevrijden? Nou, als je de waarheid eens kende, Peach is daar niet meer te vinden. Het is een schok. Er komt een kikkervisje langs als voor me. De muziek is stil. Kijk, zie je? Paniek, paniek. Toen ik Bowser had verslagen en op het punt stond om Peach te bevrijden, hoorde je een hels kabaal, viel dan een zwaard uit de lucht. Ja, zo ongeveer. Ja, ja, top. Ja, inderdaad. We werden weggeslingerd. En Bowser en Peach zijn nog steeds vermist. De onderdanen van Schmid, zoals Zwaard, die zijn allemaal gekke dingen aan het doen overal. Mello vertelt over de ster die we hebben gevonden in aflevering 2. Vallende sterren kunnen wensen vervullen. Dus we moeten inderdaad die sterren gaan verzamelen. Kikkerius, de opa van Mello, zegt dat Mello met ons meegaat. En hij wil... Oh. Oh my god. Het is verteld. Kikkerius zegt dat Mello geen kikkervis is. No, paniek. Wat gebeurt? Oh, wat een schok moet dit zijn voor Mello. Hij is gewoon gelogen over zijn jeugd, over zijn leven, over zijn alles. Maar op een regenachtige dag lang geleden zat Kikkerius wat krekels te smullen. Toen hij plotseling een mand voorbij zag drijven. En toen ik in de mand keek, zag ik een wolk van een baby. Nice. En op zijn riem stond de naam Mello. Ik had medelijden, dus ik voedde hem op alsof hij mijn eigen kleinkind was. Hij beschikte over krachten. Magie, dus ik wist dat hij bijzonder was. En ik dacht, dit kind moet afkomstig zijn uit een of ander ver land. Nee, nee, Mello, je bent echt geen kikkervisje. Nee. Oh, oh, zo rustig. Het is niet het moment om te huilen, zegt de Kikkerius. Ga met Mario mee op zijn avontuur en zoek je echte familie. Hij wordt gewoon weggestuurd. Want zijn vader en moeder wachten ergens in de wijde wereld op Mello. En Kikkerius zegt tegen Mario van, ja, zijn magie is echt heel goed. Hij mag toch wel veel met je mee. Ja, zeker mag hij met me mee. Het is mijn maat. Mello is mijn maat en we gaan zijn familie vinden. We moeten naar Rozendam. Daar hebben ze onze hulp hard nodig. Dat is goed. Dat is de volgende stop. Rozendam. We kennen nu het geheim van Mello. Het is dus inderdaad geen kikker. Deze kikkervisjes waren niet zijn familie. Mag ik een duimpje mogen voor Mello? En voor de familie van Mello? En voor Kikkerius? En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!